Michiel van Eyck vindt het een historische fout dat Mein Kampf verboden is. Hij vindt het censuur en iets wat een totalitaire staat zou doen. Toch is Van Eyck blij dat hij voor de rechter gedaagd wordt en dat er binnenkort een uitspraak komt. Ik denk dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt in deze zaak en dat we weten waar we staan. En dat we in 2014 deze onzin gewoon een keer kunnen afschaffen. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, u noemt het onzin, maar de tegenpartij zegt dat u haat zijt. Ja, kijk, ik heb een winkel met historische objecten. Ik verkoop boeken van de Bijbel tot het dagboek van Anne Frank, tot beelden van Lenin, Napoleon, noem maar op. He, dus in die context verkoop ik ook het boek Mein Kampf. Dus het heeft dus duidelijk helemaal niets te maken met haatzaaien. Volgens het OM bevat het boek uitlatingen die beledigend zijn voor Joden en zet het bovendien aan tot haat. Dus moet het verboden blijven. Het boek mag alleen verkocht worden voor zakelijke berichtgeving. Dat betekent dat als je het niet verkoopt aan bijvoorbeeld voor journalistieke doeleinden, voor voorlichting of voor wetenschappelijke doeleinden, dan is het strafbaar gesteld. Is dit een haatzaaien wat meneer doet? Nou, dit boek vertegenwoordigt natuurlijk het nazi-gedachtegoed. Er staan heel eigenlijk afschuwelijke dingen in die je zou kunnen interpreteren als haatzaaien in richting Joden, aanzetten tot geweld richting Joden. Het is beledigend voor Joden. Van Eyck vindt het gek met alle internetontwikkelingen, waarbij het heel erg makkelijk is geworden om het boek te downloaden, om de papieren versie te blijven verbieden. Alle haatzaaierij is gratis en voor niks in alle talen van internet te halen. En dan zou je zeker bij mij een antiquarisch, bijna onleesbaar boek gaan kopen, om je tot jodenhaat te laten inspireren. Dat is natuurlijk een belachelijke gedachte. Op de vraag of hij zijn kansen hoog inschat in deze zaak, wilde Van Eyck geen antwoord geven. Nou, ik denk niet dat ik een lange celstraf zal krijgen. Laat ik het daarop houden. De inhoudelijke zitting van de zaak tegen Van Eyck is op 31 oktober.